Hallo en welkom bij Borne in Beeld. Het programma met het grote en kleine nieuws uit Borne en omgeving. Het Cultuurhuis heeft een nieuwe lunchkaart, waar elke week iets nieuws op zal staan. Zo zijn er speciale tosties en luxe broodjes. Dus wees welkom om tussen de middag een hapje te komen eten. Heel blij met het nieuwe Cultuurhuis broodjesbar wat wij nu gaan maken. En ja, dat willen wij introduceren omdat er gewoon heel veel mensen in het Cultuurhuis komen. We hebben ook heel veel vaste huurders en die hebben tussen de middag wel zin aan een broodje. Of iets speciaals maken. We gaan nu broodjes met makreel maken. We gaan speciale tosties maken. En vanaf volgende week breiden we dat uit met elke week een broodje erbij. En een kop soep en ja, andere dingen. Ja. Waarom een nieuw kaartje? Ja, omdat we wel een keer wat anders willen. We willen wat luxe, wat mooier presenteren. Dus ja, wat het oog ziet, dat eet gewoon beter. Dus het moet gewoon wat luxe zijn. Ja. We gebruiken oerbrood. Ja. En wij nemen heel veel van de Hanos af nu. Dat zit ook mooi dichtbij. Dus heel makkelijk rijden we zo even naartoe en dat halen we. En ze hebben daar hele goede verse producten. En dat, ja, dat ziet er gewoon super uit. En het is gewoon lekker. Het is kwaliteit. En daar halen we dus de groentes, het brood vandaan voor het landbrood. En de salades halen we daar vandaan. Dus ja, heel veel dingen gebruiken we daarvoor. Wie komen hier om te lunchen? Ja, daar had ik het net al over. Dat is hopelijk straks alle nieuwe huurders die hier zitten. Mensen die hier vast hun zaaltje gehuurd hebben. En mensen die hier natuurlijk gewoon even het krantje komen lezen of een kopje koffie. En die denken, hé, ik heb wel zin aan zo'n broodje. Ja, ik kan hier wel even gaan lunchen. Of mensen die op kantoor zitten in Borne en die tussen de middag een rondje lopen. En die dan hier even zijn broodje gaan eten. Dus eigenlijk daarvoor, ja. Het Dijkhuis in Borne heeft voor het eerst een korendag georganiseerd. Met optredens van de vier verschillende koren. Gospelkoor Celebration, Melbourne Piratenkoor, In Payoko en het dameskoor Vullen Willen. Het zangfestijn was een groot succes. Zowel de bewoners van het Dijkhuis als andere inwoners van Borne waren in grote getale aanwezig. Welkom allemaal op Korendag 5 oktober in het Dijkhuis. One more mountain, one more road, one more river to carry this load. One more thing. Though this world gets crazier, you never change. And it hasn't been easy these final days. But I know that you will lead me home. One more mountain, one more road, one more river to carry this load. Yeah.
de Ster bestaat dit jaar 5 jaar. Een mooie gelegenheid om de mensen die Café de Ster onder begeleiding runnen even lekker in het zonnetje te zetten. Ik ben in 2014 begonnen met de Ster, café in Oud-Bonne. Voor mij was dat belangrijk om te beginnen om hier met mensen met een beperking te werken. Ik heb een zoon met Down-syndroom, Stijn. Iedereen kent hem wel in Bonne, denk ik, want hij werkt ook bij de Plusmarkt. Maar daarnaast vond ik dat er een zinvolle dagbesteding voor hem moest werken. Een plek waarin hij echt moest werken en het gevoel had dat hij midden in de maatschappij staat. Ik vind het belangrijk dat de participatie er is, dat iedereen een ander accepteert zoals hij is. En Stijn wilde heel graag in de horeca werken en toen heb ik het zelf maar opgezet. Dus ik ben een cafeetje begonnen en een atelier en een klein winkeltje destijds. En in de 5 jaar dat ik nu hier gewerkt heb, zijn we uitgegroeid tot een mooi lunchcafé, waarin de tussenmiddag best druk is, waar we heerlijke broodjes serveren. We hebben een prachtig atelier hiernaast en we hebben een keuken met een banketbakker, patissier, die de lekkerste taarten bakt samen met mensen met een beperking die hier werken. Ik vind het fantastisch leuk om met deze mensen te werken. Ze zijn elke dag goed te spreken. Ze zijn heel uniek, ze zijn puur zichzelf. Het is altijd een gezellige sfeer, we werken met veel respect voor elkaar en het maakt niet uit wat je hebt, voor iedereen is een plekje in de maatschappij en zo voel ik dat en zo werken we ook met elkaar. Onze voornaamste gasten dat zijn de mensen uit Bonne wel, die even tussen de middag komen lunchen of een lekker taartje komen eten nadat ze gewandeld hebben. Er komen ook heel veel gasten uit de buurtdorpen, uit Hengelo, Oldenzaal, Fietsen, Tebergen, Albergen. In de loop van de afgelopen jaren hebben we wel een naam opgebouwd, zeg maar. Doordat alles wat we doen proberen we echt goed te doen, vanuit ons hart ook, maar ook met goede middelen. Dus we hebben wel een naam opgebouwd, denk ik. Dus vandaar dat we ook een mooie drukke tijd hebben gehad, zeg maar. Verantwoord en maatschappelijk ondernemen is ook heel belangrijk. Wij proberen alle producten die we inkopen, dat het pure producten zijn. En dat we ook de ondernemers hier in Bonne daarvoor vragen. Het brood komt van de bakker, de groente komt van de groenteboer en dergelijke. Daarnaast hebben we veel fair trade producten. En ook in de verkoop en ook dingen die we maken zijn natuurlijk ook allemaal met de hand gemaakt. En heel bijzonder. Ik hoop dat de Ster over 5 jaar precies hetzelfde als nu eruit ziet. Ik heb voor een aantal mensen hier plek en ik kan het ook niet uitbreiden. Dit is het wat het is en ik hoop dat we alle dingetjes die we doen nog een beetje beter kunnen doen of nog kunnen verfraaien of nog gezelliger kunnen maken. In ieder geval, ik ga voor kwaliteit van de Ster. Onze verslaggever is een keertje meegegaan met de buurtbus van Bonne. De buurtbus wordt bestuurd door enthousiaste vrijwilligers. Iedereen kan gezellig meerijden met de buurtbus en er is zelfs plek voor een passagier met een rolstoel. Iedereen binnen Bonne, pak eens een keer de buurtbus. Ik ben studenten, dus voor mij is het natuurlijk gratis. Dus ik zou eigenlijk niet weten hoeveel een buurtbus kost, als ik eerlijk ben. De kosten zijn 2 euro per rit. En het betekent zelfs als u 's ochtends om 7 uur in zou stappen en u denkt ik blijf de hele dag zitten en u stapt uit, dan is het nog 2 euro voor het ritje wat u gereden heeft. En wij doen veel haltes aan, onder andere IKEA, waar mensen binnen Bonne nog wel eens even naartoe gaan om een kopje koffie te drinken of 's ochtends het krantje lezen. Dus het dijkhuis, noem maar op. Ik ben er net een raam uitgezet, daar hebben ze een uur gewinkeld. En een uur later, toen ik er weer langs kwam, heb ik ze weer opgepikt. En weer bij het dijkhuis uitgezet. Nou, die vond dat prachtig.
Nou, dat is leuk om je gewoon sowieso natuurlijk om bezig te zijn. Je kunt wel lagen natuurlijk, al onze chauffeurs zijn gepensioneerden, dus die hebben allemaal wat tijd over om wat te doen voor de maatschappij. En het is gewoon leuk, het is iedere keer verschillend. Je kunt mensen helpen door van A naar B te brengen en je hebt contact met de mensen. Vaak maak je een praatje met de mensen die je in de bus hebt. En dat is gewoon heel leuk werk. Ik vind het wel ideaal. Ja, het is lekker snel, het is makkelijk. En zelfs voor een klein dorp zoals hier is het wel ideaal, vind ik. Want dan heb je niet van die grote bussen nodig. Dan heb je gewoon een lekker klein busje die snel overal naartoe komt, ja. Er zijn heel veel scholieren, spotters. Bijvoorbeeld van Apollo meisjes die met de trein komen, die naar de Bonnse Maarten moeten voor de training. Mensen die van elders komen die in Bonne werken, die van het station meereden naar de plek waar ze werken. Stagelopers op school, stagelopers bij verschillende bedrijven. En sporadisch oudere mensen die meegaan naar ergens naar de winkel of naar IKEA. Die groep willen we nog graag wat uitbreiden. En het is nu gewoon zo om er zoveel mogelijk bekendheid aan te geven. Dat de mensen weten dat ze heel gemakkelijk in de bus kunnen stappen. Dat het niet veel kost. Dat er heel veel haltes zijn. Dat ze eigenlijk bijna overal binnen heel korte afstand van hun huis in een halte kunnen stappen. En dat wij met het uitstappen heel gemakkelijk zijn. Als iemand zegt van ik wil er hier graag uit, dan stoppen we. Als dat verkeerstechnisch mogelijk is. Ja, ik heb voor een aantal weken terug hier nog een jongen gehad die met de ziel onder de arm hier bij het station stond. En daar kwam ik op een gegeven moment mee aan de praat. Alleen daar viel er niet zoveel mee om ermee te praten, want dat was geen taal die we allebei kenden. En die moest in Born, in Limburg zijn, bij de Volvo. En die was even 300 kilometer te ver, dus die stond in Born met een lege telefoon en lege portemonnee. En die hebben we maar bij het politiebureau in Hengelo achtergelaten. En van daaruit zou die proberen om weer aan de run te komen. En het crematorium is momenteel heel erg in trek. Dat komt steeds meer. Een hot item. Ja, er zijn steeds meer mensen die bij station komen. Ja, een hot item, ja. Die steeds meer mensen die hier bij station staan en die naar het crematorium moeten. En die brengen we dan ook meestal even. Daar rijden we even een rondje rond de dikke eik vlak voor het crematorium. En dan brengen we ze daar naartoe. Je haalt mensen gewoon naar de samenleving toe. En dat vind ik heel belangrijk. Ja. Dus ik zou zo graag, maar ook aan jongeren, neem je oma eens mee. Ja. Al met je opa, wat let je? Op de poëzieavond Borne doet poëzie droeg Petra Mulderij haar gedicht voor Liefdesverklaring aan de Plataan. Liefdesverklaring aan de Plataan aan de Stationstraat 74. Lieve Plataan, wat ben je mooi en groot. Wat ben je oud en kwetsbaar. Nog lang niet dood, sta je daar. Groot bewonderaar en je grootste fan, dat is wat ik ben. Liefdevol staar ik naar je. Naar je mooi gevlekte kostuum en je stoere stam. Misschien gedram, maar ook je bladenkapsel raakt me. En is het hele jaar een prachtig tafereel van groen en daarna geel. Je bent een Borns juweel. Een monument, staand voor een monumentaal pand. Het is aan jou wie ik mijn hart heb verpand. En nu sta jij hier en ik moet verder gaan. En laat je hier staan. Dag, lieve Plataan. En dat was het dan weer voor deze aflevering. Wil je graag ook de nieuwe foto's en video's van RTV Borne zien? Volg ons dan op facebook.com/RTV Borne of via de website www.rtvborne.nl. Wil je graag een keer meekomen kijken met de opnames van Borne in beeld? Of vind je het misschien zelf wel een keertje leuk om te komen presenteren? Neem dan contact met ons op.